1990, in december. Ik ben daar al begonnen omdat ik niet meer kan werken. Ik heb ooit een keer een ongeluk gehad en daar heb ik een wipfles overgehouden. En ik kan niet tegen stilzitten. Ik heb een heleboel speelgoed verzameld en zodoende dacht ik, als ik nou met dat speelgoed is, een museum ga beginnen. Dus we hebben onze hobbyruimte verbouwd en nou, dat is het, dus het resultaat, zoals het er nu uitziet. En voor de kunst- en cultuurroute doe ik ook aan mee en er zijn er vaak thema's. En nou, de laatste keer was het thema dat we allemaal iets Middelburgs moesten doen. Dus het is best wel moeilijk als je dat met speelgoed moet verzinnen. Dus daar heb ik eerst nagedacht en toen heb ik de bodemvondsten geleend in het museum. Die zijn, dat is een speelgoed wat opgegraven is op de markt in de Kousteense Dijk. Toen kwam ik op een gegeven moment bij Gerrit Schoenmakers een week later. Ik weet al helemaal niet meer voor wat. En toen zei ik van, dat is toch een prachtig schilderij van die boerin. En toen zei hij tegen mij van, jij zit altijd maar over die boerin, ik zal eens wat anders laten zien. En toen haalde hij een aantal mappen voor de dag. En toen dacht ik, nou, dit is zo schattig. Allemaal zulke hele kleine tekeningetjes van Jacques Prins. Dus ik was daar helemaal ondersteboven van wat ik te zien kreeg. En toen later ben ik over na gaan denken, van zou ik daar niet iets leuks mee kunnen doen? Een mini-galerie in het museum. Dus ik heb een weekje moeten wachten om dat dan hem te kunnen vragen. En ja hoor, hij zei dat is prima, als jij dat wil dan kun je dat van me lenen. Dus ik heb al die miniatuurtjes heb ik toen ingelijst en in de vitrines gezet. De poppen die kijken dus richting de prachtige schetsjes. En daar kwamen heel veel mensen op af, want het, ja, de naam Jacques Prinsen die schijnt dus toch nog heel erg te leven. En dan mensen kenden hem vanuit de PZC en daar keek men naar uit naar al die tekeningen. Nou ja, zo kwam van het een het ander. Toen dacht ik, stel je nou eens voor dat ik een overzicht tentoonstelling zou kunnen regelen. Dat is toch wel heel mooi. En toen ben ik bij Omroep Zeeland geweest, in Kanaalstraat 64. Een opname. Om te praten over die tentoonstelling natuurlijk. En toen vertelde ik dat tegen Helge Prinsen. Van, goh, ik zou dat wel leuk vinden, ik zou dat wel willen. En het mooie van al was, ik kwam thuis en er was nog geen 10 minuten later ging de telefoon. En toen werd mijn eerste schilderij al aangeboden. Nou, en het was 2 dagen later of 1 dag later en toen belde dus Ada Prinsen. Nou, van mij mag je ook werk lenen. En zo ging dat, steeds maar door. En had ik inmiddels ook aan Gerrit gevraagd of ik zijn beroemde boerin mocht hebben. Ik denk, doet hij vast niet. Maar dat was meteen goed, dus ik was de koning te rijk. En nou, zo is het uitgegroeid tot deze prachtige overzichtstentoonstelling. Er hangen een 80-tal tekeningen, zo groot en klein. Serieus werk en een hoop humor, want dat vond ik ook verschrikkelijk leuk. En dan notabene heb ik 9 schilderijen. Er komt er zaterdag nog één binnen, uit Kaatsheuvel. En dat vind ik natuurlijk verschrikkelijk leuk. Nam ik over van Leo Provoost. Samen met dat kan. En ja, ik vind die ook prachtig. Precies, want die zijn er al. Die blijven iedereen bedanken voor zijn spontane reactie op hetgeen wat ik van plan was. Want als die bruikleengevers er niet waren geweest, had ik dit ook niet kunnen realiseren. En er zijn zoveel spontane reacties gekregen dat ik eigenlijk dacht van, hoe is het mogelijk? Het kan zelfs zo zijn dat er ieder ogenblik nog een schilderij bij komt, want er wordt nog een schilderij gebracht, dat moet uit Kaatsheuvel komen. Dus ik vind het eigenlijk zo bijzonder en daarvoor jullie allemaal hartelijk dank. En in bijzonder Gerrit, want hij heeft me eigenlijk, ik zat altijd over zijn boerin, die vind ik zo prachtig, dat schilderij. En met hem is het ook eigenlijk een beetje begonnen. Hij heeft me toen die schetsen laten zien die u straks in het museum kunt bekijken. Een aantal van u heeft dat al gezien, maar daar is het dus ook mee begonnen, zo'n mini-galerie. Dat zijn allemaal kleine tekeningetjes waarvan hij later grotere werken heeft gemaakt, of onderdelen daarvan. En daar moet u goed naar kijken straks, want dat zult u niet gauw nog een tweede keer zien. En ja, toen dacht ik van het een komt het ander en de belangstelling voor die schetsen was heel groot. En toen dacht ik, ik zou wel een overzichtstentoonstelling willen doen. Nou, toen dacht ik, dan vraag ik aan Gerrit om zijn boerin, doet hij vast niet.
Wat mocht. Gerrit, hartstikke bedankt. En toen kwam hij alles brengen wat hij verder nog had. Nou, toen was ik dus de koning te rijk en toen kwam u allemaal. Dus bij deze, ik geef nou het woord over aan Gerrit. Dankjewel, Ine, en gefeliciteerd met deze tentoonstelling. Wat natuurlijk de vorige keer aan de orde is geweest toen we de tekeningetjes eigenlijk inleiden bij het publiek. Dat hoef ik nou niet allemaal te herhalen, maar het feit dat ik natuurlijk zoveel van het tekenwerk bezit, dat is toch vooral te danken geweest aan de verzamelwoede van mijn vader, die op les zat bij Jacques Prinsen, die toen leraar was aan de schildersclub Coloriet, gevestigd in de Kuiperspoort. En van dat Coloriet is behalve de naam Coloriet eigenlijk niet veel overgebleven, behalve een enkele leerling die nog wel eens van zich doet spreken, en zoals Han Reinoud, die ook aanwezig is, en de gezusters Huzer, die ook nog wel eens een keer wat laten zien. Ik weet niet of anderen, dus ik weet nog wel, in die tijd was ook Leo Provoost daar actief en was ook Bert en Engelsman actief. Ja. Kortom, er is toch heel wat volk door dat Coloriet heen gestroomd. En al natuurlijk met een hele nadrukkelijke bewondering en beïnvloeding wel van Jacques Prinsen. Toch is Prinsen natuurlijk een van de grote onbekende. En eigenlijk na zijn laatste tekening in de PZC in 1973 hoorde je er ook niet meer van. En dat komt natuurlijk omdat de man natuurlijk ook niet echt een oeuvre tot stand heeft gebracht. Dat zich leent voor museale activiteiten. Er is natuurlijk toch wel behoorlijk wat werk. En dat zit hem dan natuurlijk voornamelijk in het tekenwerk. En vooral in het illustratiewerk van de PZC. Met dat PZC-werk is hij begonnen in 1963, als ik dat even ruw schat. En daar is hij mee doorgegaan tot zijn overlijden in 1973. Dus zeg maar 10 jaar lang heeft hij gewerkt aan dat oeuvre in die PZC. En wat is er van overgebleven? Bijna niks. Want Prinsen was, zoals in andere dingen, ook wel ontzettend slordig met zijn eigen productie. Als het eenmaal was getekend voor de PZC, dan kon hij zijn gage krijgen. En wat er met het origineel gebeurde, interesseerde hem eigenlijk helemaal niks. Dat ging verloren, dat ging in handen van de zetters, van de clichémakers, dat werd verscheurd, dat werd weggegooid. Kortom, slechts enkele bezitten dan een origineel. En veel van die originelen zijn nu hier verzameld, meer dan ooit ergens tegelijk aanwezig zijn geweest. Ik heb er zelf 2, wat dus ook niet al te veel is. Maar het is mooi dat er zoveel originelen hier nu ineens te zien zijn. En zo even had ik het over het begrip oeuvre. Dat is nou echt wel een oeuvre. Alleen, het is bijna niks meer. Aansluitend, natuurlijk op dat illustratie-oeuvre, was natuurlijk gewoon zijn werk als leraar en als iemand die ontzettend graag tekende. Dat zie je in al die schetsjes hier. Het was zijn lust en zijn leven om te tekenen. Dat kon hij ook erg goed. En wat je erg goed kan, dat doe ik erg graag. Wat hij een stuk minder goed kon, en dat deed hij ook niet graag, was schilderen. Kunstschilderen. Dat was altijd een enorme worsteling. En daar zie je ook dat er allerminst een oeuvre tot stand is gekomen. Je moet eigenlijk, ik denk zijn schilderij, ik heb er natuurlijk wel een aardig wat zicht op. Maar als dat ergens rond de 25 zit, dan zit ik waarschijnlijk aan de hoge kant. Dat is dus eigenlijk voor een schilder bijna niks. En als je af en toe moest tentoonstellen, dan moest je inderdaad in vrij hoog tempo zo eens een 3-4 werken produceren. En dat ging dan allemaal van oud en nog eens oud. En dan was je ook niet te harde. Want dat kon ik dan wel zien als hij bij ons 's morgens, 's middags, 's avonds om de thee en de koffie kwam. En dat was dan inderdaad zeg maar een beeld van Jacques Prinsen, zoals alleen dus ik dat heb gezien en anderen met mij ook. Maar dat zijn er niet veel. En het aardige is nu dat we natuurlijk uit dat schilderwerk toch ook hier een aantal bijzondere voorbeelden zien. En dan zie je wel dat hij natuurlijk toch ergens in de traditie aansloot op wat met name in Domburg gebeurde rondom Torop. Met name dus Jan Torop en Charlie Torop. En een klein beetje, en zegt de boerin, schittert veel te veel. Ik heb net een commentaar geleverd dat hij daar niet goed in het licht hangt. Ja. Deze hangt dat veel beter. Maar als je dat dan bekijkt van welke invloeden waren er nou dan heel sterk toch een beetje die kring rondom Termeke Torop en dat. En ik vind ook dat zijn tekenwerk een kwaliteit heeft die je kunt passen in het tekenwerk van Torop.
Die heeft ook dat plezier in het tekenen, die strakke lijnvoering. In één keer staat het er goed op en verder geen gezeur. Dat is niet uitgommen en nog eens proberen. Dus alles wat hem in het tekenen lukte, dat eigenlijk was een kwelling in het schilderen. Dat tekenwerk, dus ook Charlie, kunnen die hele grote ogen, met die nadrukkelijke monden, dat zie je ook bij Charlie Torop terug. Maar dat was ook zo'n moeilijke schilderes, die Charlie. Die heeft ook niet zomaar cadeau gekregen. Die had er ook veel moeite mee. Tekenen, even daarop terugkerend, dat deed hij dus erg graag, dat kon hij erg goed. En je ziet ook dat in 63 is zijn manier van tekenen dan toch erg schetsmatig en wat grof. En dat verfijnt zich steeds meer naarmate de tijd vordert. En hij steeds meer ook het gevoel had dat hij het medium cliché en krantendrukken begreep. Want het is natuurlijk een heel probleem hoe je met clichés, hoe je dat drukt zonder dat het vlekt en doorvloeit. Dus die hele techniek heeft hij zich geleidelijk aan eigen gemaakt en daarmee was hij toch eigenlijk wel uniek in dat illustreren. En eigenlijk een hele bijzondere waardering dat de PZC hem die kans bood. Want was die PZC er niet geweest om dat allemaal te laten ontstaan, dan had ik deze woorden niet kunnen spreken. En dan was er ook veel verloren gegaan van dit toch wel heel unieke tekentalent. Dat zich toch, zeg maar op die manier, tot een volwaardig oeuvre heeft kunnen ontwikkelen, zoals ik al zei. Dan nog even over dat schilderen. En dan hou ik erop. Ik vertel alleen wat ik er zelf van vind. Dit is waarschijnlijk de eerste cultuurhistorische beschouwing over het werk van Prinsen. Dus ik sta hier ook voortdurend te improviseren. Dan zie je wel dat hij in het tekenen wel besloot tot een eigen stijl en sfeer. Ergens tussen fotografie en tekenkunst inhangend. Maar dat schilderen, daar zie je hem van links naar rechts gestuiterd. En dus als ik dan even terugkeer naar de boerin, dat is duidelijk in de sfeer van Permeke. En je durft het bijna niet te zeggen. Maar ook Kimpen, die heeft er natuurlijk wel zo wat mee te maken. Alleen, daar kan ik nog wel meer anekdotes over vertellen, over Prinsen en Kimpen, maar daar komt Kimpen niet goed vanaf, kan ik je wel vertellen. Daar zie je dan, wat ik een heel mooi werk ook vind, en daar zie je heel duidelijk de verwijzing naar Kandinsky. Ik heb thuis nog zo'n schilderij in die sfeer, en daar zie je nog duidelijker op. Natuurlijk de paarden, dat is een echt academisch werk, en dat is ook een van de oudste schilderijen, denk ik, die daar hangen. Het werk van wat dankzij de neef Jacques Prinsen is verschenen daar, dat was eigenlijk helemaal maar netvlies verdwenen, maar dat vind ik een prachtig werk, maar dat is volkomen abstract. Bij mijn moeder thuis hangen nog twee schilderijen. Nou, dat is onvervalst, een verwijzing naar Léger. Dat is hij daar weer mee bezig geweest. Ik kan me nog herinneren dat hij bezig was met druidschilderijen, dus aan Jack de Dripper, dan heeft hij weer Pollock gezien. En zo zie je telkens die besluiteloosheid om. Maar het is allemaal wel van kwaliteit, maar het komt er maar niet uit. Dat is natuurlijk het aardige. De man is natuurlijk te jong gestorven om, zeg maar, ook deze talentvolle knobbel toch verder tot ontwikkeling te brengen. We moeten het doen met wat er is. Maar ik geef wel duidelijk aan hoe ik zo over al dit soort werken nadenk. En wat hij natuurlijk ook wel deed, en dat laat ik daar maar besluiten. Het was onversneden commercieel werken. Er zijn een paar van die kowasjes. Ik heb er zelf ook nog een enkeling. En dat was gewoon dat hij dacht, ik moet iets voor de verkoop hebben. En dan zie je inderdaad zo, zeg maar, het gemak van het talent. En dat is op zich wel aardig om te zien, hoe je met talent gewoon eventjes iets doet wat altijd goed is. Dat zit technisch goed in elkaar, dat zit goed in de kleuren. Het is toch weer iets van een onvermoede talent. Van een onvermoede talent dat in feite in de knop is gebroken. In ieder geval een gedenkwaardig ogenblik dat zoveel bijeen is. In het Zeeuws Museum zitten nog een aantal geschilderde portretten. Hij kon een goed portret tekenen, maar hij kon ook een paar goede portretten schilderen. Hij heeft een portret van de bibliothecaris van de bibliotheek gemaakt van Henk Pieters, wat in het museum is. Dat is een schitterend portret overigens. Ik weet ook dat hij ooit een portret maakte van een directeur van de Velde, van de drukkerij. Dat moet ook ergens rondhangen. En ook daar kun je natuurlijk wel zien dat hij... En daar zit hij weer in die schilderijen, zit hij weer in de stijl van Kees van Dongen. Dus hij heeft zijn klassieken wel goed gekend. En zonder die kennis van de klassieken wordt het nooit wat met je. Dus ja, we moeten het doen met een mooi tekenoeuvre en een interessant experimenteel schildersoeuvre.
tentoonstelling is geopend. Ja. Mooi, hè? Ik zou ook hier een half uurtje in de buurt. Nee. Ja, ik ben er niet. Precies, ze zijn er al. Ik blijf.